Het Korps Politie Suriname organiseert na ruim 21 jaar weer een rijinstructeursopleiding. Korpschef Ruben Kensen zegt dat dit de derde rijinstructeursopleiding is. Deze zal verschillen met de voorgaande vanwege de eisen van, het digitale tijdperk. Hij zegt dat de ontwikkelingen zich nu richten op het taalgebruik en de communicatie met de cursisten op de En op de Christus Koningsschool is gistermiddag deze derde training voor rijinstructeurs van start gegaan. De afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname biedt u een compleet pakket in deze opleiding als mede de mogelijkheid om u te scholen. In deze opleiding zal er vooral sterk gelet worden op de integriteit van de cursisten. Een integer persoon houdt zich vast aan waarden en normen. Een integer persoon houdt zich in elk geval vast aan de wet. Houdt u dat vast? Het tegenovergestelde van integer gedrag is corruptief gedrag. Corruptie staat zeker bijdragen aan de onveiligheid van het verkeer. Met deze opleiding heeft gesteld onze verantwoordelijkheid op te pakken en alles in het werk te stellen om het verkeer in ons land veiliger te maken. Leroy Kedoggen, gepensioneerde hoofdinspecteur die aan de wieg heeft gestaan van de rijinstructeursopleiding, geeft aan dat hij samen met drie andere collega's een opleiding voor rijinstructeurs in Nederland heeft gevolgd. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei dat het systeem onderhouden en bewaakt moet worden. En we zijn teruggekomen en de geschiedenis leert dat een aantal ouderen onder u ook van Nederland hebben gehad. En dat was het zo'n beetje, korte historie hoor, want er is nog veel meer, want dan zou ik heel lang moeten blijven staan. Maar in het kort wil ik u aangeven dat dat zo'n beetje de historie was. Feit is, de zaak gaat verder, ik hoor tegenwoordig ICT en allerlei geweldige dingen. En ik denk dat ik wanneer het zover is, ik me ook daarin ga verdiepen. Ik kan best gaan geven hoor, maar gewoon om mijn kennis bij te houden voor wat dat betreft. Ik wens aan de docenten. En ik feliciteer de korpsleiding en de minister van Justitie en Politie met deze inzet. En vooral de komende studenten wens ik veel succes toe. En ik weet zeker dat wanneer de politie klaar is met die instructeurs, zij de beste zullen zijn in Suriname. Want we zien ook elk jaar weer heel veel slachtoffers in het verkeer. Heel veel leed bij de nabestaanden. Het is zeker niet een situatie die we willen hebben, die we moeten hebben. En vandaar ook dat ik denk dat deze training heel welkom is. De bewindsman benadrukte dat de corruptie uit het systeem verbannen moet worden. Dat kan namelijk een groot gevaar vormen voor het verkeer. Hij vroeg aan zowel rijinstructeurs als politieambtenaren om dat achterwege te laten.